Iedereen van harte welkom, ook de wethouder van harte welkom dat je vandaag is, ja, nog in schone VLSB, nog niet. Maar ik denk dat ik straks mag zeggen dat we het schoonste dorpje van het land van Kuik zijn. Of het twee schoonste dorpjes. We hebben de VLSB en Groningen. Dus als wij hier opgeschoond hebben voor de middag, dan zijn we de, vandaag zeer zeker de twee schoonste dorpjes van het land van Kuik. Waar u dan ook trots op mag wezen. Dus ik denk dat u straks een woordje naar al de schoonmakers wil doen. En dan doe ik dat straks nog wel, dus dat komt dan ook wel goed. Dus, en u gaat vandaag met ons op stap. Dus ik zal nog een stukje van de Vierlingsbeek laten zien. Ik weet niet of u bekend bent, de Vierlingsbeek. Enigszins. Ja. Wel is doorgekomen, ja. En met de trein langs gevlogen. Maar ik zal straks een klein mooie stukje van Vierlingsbeek laten zien. U mag er mij mee. Dus dan kom ik. U krijgt wel een krabbeltje. En dan zal ik de zak van kan overruimen. Dus, en ik weet, Jos, ik geloof dat wij naar de Hoentegaven op sloten zijn. Hè? Ja. Met mijn laars heb ik niet aan hoor. Ja, ik ben wat ouder, dus dan mag u naar onder toe. Dan komt dat helemaal goed. Goed, iedereen heeft een indeling gekregen van Jos. Want Jos heeft het allemaal georganiseerd en geregeld. Jos, bij voorbaat, hartelijk dank voor de regeling hiervan. Wij komen straks, als we klaar zijn met de opschoning, komen we hier op terug. En er zijn dames die hier een groen klaar zetten voor na afloop. Dus de inwendige mens wordt ook van natje en een droogje voorzien. Dat komt helemaal goed. Dan wens ik jullie een fijne morgen toe. Geniet van de natuur. Maar één ding moet ik wel even zeggen. Zorg dat je allemaal een hesje aan hebt. Denk aan de veiligheid, dat je niet zo over de straat loopt, dat je zo onder een auto loopt. Ik wil niet hebben over een avond of een middag met één of twee mensen minder zijn. Hou de veiligheid goed in acht, dan weten we zeker dat we de gezellige dag tegemoet gaan. Iedereen, veel succes! En hier staan we bij een heleboel mensen, die hebben allemaal zakken in hun hand. Goeiedag. Wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan kijken of er vuil ligt op straat. Nou, daar hoef je niet naar te kijken, dat zie je zo wel, denk ik. Ik denk blikjes, papier, sigaretten, peukjes. En we hebben een mooie route. We gaan hier de Heuvel in en dan richting de Maas en achter het kerkhof langs, dus dat is wel lekker. En er is genoeg op te rapen daar. Ja, is dat zo? Wij zeiden misschien meer natuur, dat mensen minder achterlaten, maar jij denkt dat er even goed van alles ligt. Dus veel mensen ruimen het op en minder veel mensen, laat ik het zo zeggen, die laten het achter. Ja, toch echt waar. Ja. We gaan het zien. Okay. We gaan ook genieten van de mooie natuur, toch? Ja, precies. En uitkijken, hè, net wat de voorzitter zei. Ja, zo is dat. Succes. Ik zie jullie straks terug in de volle zak. Oké. Okay. Zo, en welke route hebt u gekregen? Maar in ieder geval, we gaan daar vooraan beginnen bij de grote straat en naar het spoor en dan rondom ergens. Oké. Vindt het erg? Anders knippen we het eruit. Anders knippen we het eruit. Dus nee, zo erg is het niet. Nee, oké. Succes. Ja, ook succes, hè? Ja. Ja, hebben de mevrouw van Jouwslag gelopen. Het is nu de 10e keer. Ik denk dat ik een jaar of 8 dat ik dat nu doe. Heel in het begin niet. Maar ja, nu vanuit de KBO, Dames Gymclub, was het in het verleden ook nog erbij. Dus ja. Doe je ook iets extra's dat het nu de 10e keer is? Nee. Ja, het extra is iedere keer weer het zonnetje. Hè? Dat het dus steeds maar weer prachtig weer is. Het is dus eigenlijk altijd mooi weer, hè? Altijd mooi weer, ja. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. Nou, goede reis, succes en kom met een volle zak terug. Ja, hè? Zeker. Oké. Okay. Doei.
ik ga jullie belaten. Oh. Ik ga hem anders beginnen. Als jullie even willen wachten tot de meeste mensen weg zijn. Ja. Juist. Dan loopt zo niet maar een stapje harder. Ja, joh. Opnieuw te beginnen we dus. Welke straat hebben jullie? Van de grote straat tot Tobion, zeg ik. Iets verder. Oh, dat is ook gedaan. Ja. Stevig vast erin dan. Nee. En daar ligt niet zo heel veel. Maar gaat pas. Gaat pas langs Gerkenkieken en zo, wat er allemaal ligt. Wij hebben een keer daar de parallelweg gehad en er lagen 5 kratten, lege kratten in. In de sloot. Oh ja. Lege kratten, bierkratten. Statiegeld. Statiegeld hebben we opgehaald. Kijk. Ja, goed zo. Nou, mooi. Vorig jaar heb ik het spoorslot gehad. En toen doen we het laatste doen we het kleintje. En toen vonden we nog een deel drugs. Wat dat dan? Ja, toen vonden we echt. We hebben in de vuilniszak gedaan. Oh. Ik weet niet wat ermee. Dat knipt eruit, hè. Ja. Je kunt het niet maken. Dan wil ik week terug worden. Nee, gevonden worden. Gevonden worden, gebruikt, ja. Gebruikt, dat heb je nog niet zeker. Nee. Ik weet niet van welke dorp dat afkwam, maar dan kun je die Bjorgsbeek zelf gebruiken. Die hier niet. Dat denk ik ook niet, maar... Dat komt van ver, denk ik. Dat komt van ver. Ja. Buiten de gemeente. Dat spul komt inderdaad van ver. Ja. Ja. Maar ja. Jullie gaan ook... U zei net, ik leer Bjorgsbeek zo kennen. Ja. En een heel gedeelte ervan? Ja, dat hoop ik inderdaad. Ja, zeker. Natuurlijk die mensen, want dat moet je nooit laten zien. Hè? Je moet het eerst mensen en dan steeds mooier gaan worden. Ja, maar je moet niet meteen het achterste van de tong laten zien. Maar tot halfweg mag je best wel gaan. Ja, dus we laten wel echt een mooi stukje van Vierlingsbeek zien. Zeker. En in Groningen komt u er ook? Ja, daar kom ik vandaan. Dus ja. Ja, vandaag niet. Vandaag kom ik alleen maar hier. Ik wou haast voorstellen, als het klaar is, kom dan even bij mij langs, want dan rijd je daar een stukje rond. Nou, ik denk een ander keertje dan. Ander keertje, ja. Afgesproken. Ja, dat is geen laten probleem. We zo zeggen, ik kom van Kuik. Als je van Vierlingsbeek straks terugrijdt naar Kuik, dan kan die niet over de autobaan. Maar als je dan via Groningen-Vortum zo naar Kuik rijdt, is nog korter, dus minder energieverbruik. Is toch milieubewust en dan kun je meteen in Groningen kijken hoe Groningen erbij ligt. Ik ben hier wel zo bekend dat ik de binnendoorroutes wel ken, hoor. Ja, ja toch? Ja, geweldig. Dat is een compliment waard, hè? Ja, dat vind ik ook. Af en toe wel eens de fietsroute gepakt door Groningen langs de Maas, zeg ik? Nee, dat moet ik zeggen dat niet zo heel veel. Dat is niet geweest. Maar ja, de zomer is nog lang. We laten we aan de zomer beginnen en dan kunt u altijd van de zomer de fiets... een keer het kind naar Vierlingsbeek gaan kijken of er nog zo schoon bij ligt. Ja, maar ik heb kleine kinderen, dus dan kom je toch wat minder ver qua fietsafstand op. Ja, dat is waar. Dat is zo, ja. Maar nou hebben we het nog niet over de opschoondag gehad. Hè? Ja. U vindt dat heel belangrijk en ik hoorde net dat het de 10e keer was. Is daar iets extra's mee te doen? Ja, er is wel een actie waarbij mensen foto's kunnen insturen. En ik weet ook dat daar een prijs mee samenhangt. Maar het fijne weet ik daar niet van. Ik heb er, misschien dat Jos er iets van af weet, dan moeten we eens even navragen. Maar het is altijd wel mooi om een paar foto's op te sturen daar naartoe. Ja, dus het komt helemaal. Jullie moeten beginnen, want iedereen is al weg. Ik wens jullie veel succes en kom terug met een volle zak. Hè? Ja, dat is of eigenlijk beter van niet, want er ligt er niet veel. Maar ja, wat er dan ligt. Het is wel zo, en we hebben de grote straat, dus het is toch een heel eind wat wij moeten lopen. Maar jonge benen en het weer is goed, wat willen we nog meer? Wat wil je nog meer? Heerlijk, en het is toch ook een wandeling? Het is genieten. Ja. Het is genieten. Je kunt mooi combineren die twee. En dat combineren we vandaag. Oké, komt helemaal goed. Ja. Dank u wel. Jos, nou jou. Hoi. Ik hoorde net dat het de 10e keer was. Klopt, en er is iets van een fotowedstrijd of zo, weet je er iets? Nee. Oh. Ja, dat klopt, ja. Als je een mooie foto hebt van de opschone, kun je insturen aan de afvaldienst. Ah, dus het is niet echt speciaal omdat dit de 10e keer is? Nee. Dus het hele jaar kun je het doen. Ah. We zijn 10 jaar bezig. Nou, dus eerst weer samen met de Dames Schimclub zijn we begonnen. De KBO heeft het mee samengevoegd. Dus hebben we alleen maar uitgegroeid verder. Dus, Ja, want het is een hele club die er zat, daar binnen. Ja. Hè? Ja. Ruim 60 mensen. Dus, Zo. En er zijn mensen die gisteren al gedaan hebben, er zijn mensen die vanmiddag doen. En anderen hebben een eigen route. Ze zeggen, nou, we komen hier niet in Joffers op, maar gaan we gewoon meteen beginnen.
Ah ja. Dus, ja. Dus het is eigenlijk een beetje, dit is de officiële tijd, maar ja. Buiten de tijd mag het ook. Ja, tuurlijk. Ja. Er zijn in Vierensbeek alleen al 15 mensen die wekelijks of twee weken hun route zelf pakken. Dus, Oh ja, gebeurt dat? Ja, tuurlijk ja. Oh. Je kunt je aanmelden bij de gemeente, je krijgt een prikstok, een zakje, een handschoenen, een hesje. Dus ja, dan is het gewoon veilig. Ja, ja, ja. En inderdaad, het wordt allemaal een beetje schoon gehouden. Ja, klopt ja. En vooral de kinderen en kleinkinderen. Ik weet voor bij ons, maar ik had mijn vrouw met mijn kleinkinderen gelijk opschoon. En toen had ik ijsje, nou, die vinden het geweldig. Ja, vooral wat ijsje natuurlijk. Vooral van ijsje, maar ja, ook gewoon leuk. Dus, ja, ja. Nou ja, goed, de kinderen er bewust van maken, ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, Jos, veel succes. Dank en we zien je straks misschien nog wel. Goed zo. Ja? Hey, bedankt. Oké. Okay. Van het gemeenteland Kuik. We leggen jij nog vertellen over de actie, Evelien, maar die had ik niet helemaal paraat. Met die foto's en zo, zeg maar, wat we nu doen. Ja. Dat heb ik niet even helemaal scherp. Ja, mensen kunnen gewoon foto's insturen. Dat vinden wij hartstikke leuk om ook te zien wat mensen doen tijdens de landelijke opschoondag. Mm-hmm. En onder de deelnemers verloten wij cadeaukaarten. Ah. En dan zien wij ook gewoon graag hoe leuk jullie het hebben tijdens de landelijke opschoondag. Maar ook ja, misschien mooie kunstwerken van zwerfafval. Of gekke vondsten die je hebt gedaan of zo. Dat, kan allemaal. Ik hoorde net al, ze hadden ook al een keer drugs gevonden, maar daar hadden ze dus niks mee gedaan. Dat hoop ik niet, nee. Nee, dat mogen ze gewoon de calamiteitsdienst opbellen als ze echt gevaarlijk afval vinden. We hebben een speciaal nummer voor. En wordt het netjes opgeruimd. Oké. Je zegt het ook mee opschonen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Oh, geweldig. Nou, veel succes allemaal. Dankjewel. Jij bent ook gesteld? Nee, ik klopt helemaal. Ik hoop dat we een gezellige morgen hebben. Ja. Ik doe onderweg doe ik van alles vertellen. Ja. Ik probeer af en toe toch mijn mond dicht te houden. Dat is veel moeilijker voor jou als open. Ja, dat zal moeilijker zijn dan het lopen, maar dat komt helemaal goed. Mm-hmm. Dus we maken er gewoon een paar mooie uurtjes van. Mooi. Nou, ja? Veel succes, veel plezier. Dank je wel. Okay, ja. Dank je wel.